Hoi, ik ben Esmee en vandaag heb ik iets heel erg tofs, namelijk de opvolger van de Sennheiser Momentum True Wireless, de True Wireless 2. Een van de belangrijkste aspecten is dat ze over active noise cancelling beschikken en daardoor hoor je dus niets meer van je omgevingsgeluid tijdens je muziek. Maar je kunt er ook voor kiezen om transparant horen aan te zetten, zodat je met een gerust hart deel kan nemen aan het verkeer en dat je alles om je heen hoort. Ik heb ze van het weekend even getest tijdens een wandeling en naast dat de noise cancelling me niet tegenviel, vond ik ook de kwaliteit echt goed. Heldere tonen, diepe bas, ik wil ze zelf stiekem ook. Maar hoe bestuur je ze dan? Dat is heel simpel. Via de app kun je instellen wat er gebeurt als je met je vingers op de oordoppen tapt. En haal je ze uit je oren, dan stoppen ze automatisch met het afspelen van muziek. De eerste generatie van deze oordoppen waren al een groot succes onder veel mensen, maar het enige wat een beetje tegenviel was de batterij. Maar dat hebben ze opgelost. De vorige generatie ging ongeveer 4 uur mee, maar deze gaan 7 uur mee plus 21 uur als je ze oplaadt in de case. Dat is dus 28 uur in totaal. Tot slot ook zeker niet onbelangrijk, ze zijn spatwaterdicht, dus in de regen zijn ze prima te dragen. Eigenlijk zolang je ze niet in het toilet laat vallen, zit je safe. Heb jij nou nog vragen? Laat ze eventjes achter in de comments en wij zullen ze beantwoorden voor je. Doei doei!